En de piloot die dit voor elkaar kreeg is Menno Steen. Het ziet er spectaculair en ingewikkeld uit, zo'n landing. Maar voor Menno is het eigenlijk een koud kunstje. Ik vlieg 12 jaar op deze helikopter. Dus de afmetingen van de helikopter, die weet ik zo langzamerhand wel. Dus dan mik ik gewoon heel netjes. En dat zie je ook op de film. Het is niet op de centimeter, hoor, maar ik sta redelijk midden op de weg. En dan garandeer je ook de veiligheid voor jezelf, dat je niks raakt. En je maakt ook geen schade aan andere dingen. Zo'n helikopter, ja, die valt wel op. Uit alle hoeken werd hij gefilmd en gepost op social media. En iedereen is wel te spreken over wat Menno doet. Hij wordt een held, one hell of a pilot en iemand met skills genoemd. Ja, nou, dat is ook leuk om te lezen. Er zijn weinig mensen die mij benaderen en die zeggen van, nou, wat doen jullie nou hier, weet je wel. Het is altijd wel, het werk wordt gewaardeerd. Niet alleen zaterdag deed een traumahelikopter een spectaculaire landing. In de stad gebeurt het natuurlijk vaker. Zo landt er hierheen op de A10... Deze stond op de Nieuwmarkt en deze piloot krijgt hem nog net op de kade. Maar toch was die van zaterdag best speciaal. Ik hou van Amsterdam. Het is een schitterende stad. En als je daar dan staat, dan is het wel bijzonder. Alleen daar denk je in het aanvliegen denk je daar niet zo aan. Want je bent gewoon puur bezig van ik moet een plekje hebben en ik wil zo dicht mogelijk bij die patiënt staan. Alleen als je dan staat, denk je achteraf van goh, ik sta inderdaad bij de Westertoren. En dat maakt het wel weer bijzonder.